gekregen. Het is hartverwarmend om te zien en te voelen hoe wij door de brede samenleving ondersteund en geprezen worden. Wij doen onze job zeer graag. We zijn gedreven en gepassioneerd om onze persoonlijke bijdrage te kunnen leveren in de zorg voor kwetsbare jongeren. Ook al kan dat gevaarlijk zijn voor onze eigen gezondheid en die van onze naasten. En we willen onze job zo lang en zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Maar daar wringt serieus het schoentje. Begin maart, nog voor het uitbreken van de coronacrisis, zijn we met duizenden naar het kabinet van onze Vlaamse minister getrokken. Want die meende dat er in zorg en welzijn nog steeds kan bespaard en gesnoeid worden. Hij wou ons niet geloven. Maar de coronacrisis heeft wel pijnlijk duidelijk gemaakt dat wij wel gelijk hebben. Onze sector krijgt al jaren niet wat we zouden moeten krijgen. We zijn onderbemand. Hoeveel studies en enquêtes zijn er nog voor nodig vooraleer men ons gelooft? Hoeveel collega's moeten er nog uitvallen of het gewoon opgeven vooraleer men ons gelooft? Wij hebben meer handen nodig. We zijn onderbetaald. Rijk zullen we van ons werk niet worden. En dat hoeft ook niet. Maar we willen wel een faire verloning, zodat de lonen in onze sector vergelijkbaar zijn met de anderen. Onze job moet aantrekkelijker worden, zodat meer mensen echt kiezen om een opleiding te volgen. Wij hebben meer collega's nodig, nu en in de toekomst. Daarom deze actie. Want we willen aan onze overheid duidelijk maken dat er structurele maatregelen nodig zijn, noodzakelijk zijn in zorg en welzijn. En dat vergt structurele investering, geen besparing. We willen een non-profit pact afsluiten met onze overheden. Alle lokale acties, en dat zijn er hopelijk veel, in de verschillende instellingen, zowel de ziekenhuizen, de zorginstellingen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, zullen in beeld gebracht worden, vanavond eens kijken, op www.wittewoede.be. Omdat klappen erg veel steun betekende, maar niks opbracht, zullen wij stampen van ongeduld, frustratie en kwaadheid om de overheden te overtuigen dat er actie moet komen. Kijk, ik ben er alvast voor geschoold. Aan iedereen die hier nu aanwezig is, heel erg bedankt. Praat er met collega's over waar het vandaag over gegaan heeft, zodat we een groot enthousiast vuur kunnen laten ontstaan waar niet naast kan worden gekeken. En dan nu, als ik de boel aan de gang krijg, stampen!
Ja, oké. Okay. Ik kom er deze middag. Beste collega's, ik ben in die zin niet zo goed voorbereid als Jo. Ik heb geen twee bladzijden speech. Dat heeft vooral te maken met, ik heb ook niet meer zo actief geweest de laatste tijd. En dat heeft vooral te maken gehad met het feit dat ik zelf enorm veel beroep heb moeten doen op de zorg. En ik heb dat ook aan de lijve mogen ondervinden dat heden ten dagen.